Ja, dames en heren, vandaag een heel speciale aflevering van De Bank. Want binnen de vereniging gingen al heel veel verhalen rond van Gutjo, kun je die of die nou niet eens eventjes een keer op die bank krijgen? Want we willen wel eens weten hoe dat nou eigenlijk zit. En ja, ik hou jullie dan ook niet langer in spanning. We hebben vandaag op de bank de oud, maar ook nieuw ZVV'er en toch weer spelend, Mickey Gerritsen. Goedendag. Ja. Ja. Ja, Nicky. Ja. Daar zit je dan. Ja, dat had je niet verwacht. Gedaan. We hebben je eigenlijk zo onverwachts even op de bank getrokken. Want ja, wij kregen al heel veel vragen van leden van... wij willen nou wel eens even het echte verhaal weten van waarom meneer nu toch weer gaat voetballen. Ja. Ja. Waar zal ik beginnen? Nou, begin maar bij het begin. Bij het begin. Ja. Nou ja, ik heb nadat ik gezegd heb nooit meer te gaan voetballen, ben ik bij oud-speler Ruud Meijwaard langs gegaan om eens te fitnessen, via Jeroen eigenlijk, Sonnenberg. En zodoende, dat ging eigenlijk vrij goed. En daarom heb ik eigenlijk op een gegeven moment weer besloten te gaan voetballen. Ja, maar ben je dan niet bang dat het toch er weer een keer van gaat komen dat je een nare blessure op gaat lopen? Ja, absoluut. Ja, dus hoe wil je dat nou echt aan gaan pakken dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Onmogelijk? Onmogelijk. Ja. Nee, wel op een andere manier voetballen dan voorheen, denk ik. Ja, en hoe zie je dat voor je dan? Minder een duel opzoeken. Dus ook eigenlijk een andere positie spelen, denk ik. Ja, en welke positie heb je voor ogen? Meer achter de spits, denk ik, vanaf middenveld, zeg maar. Ja. Nou ja, ik denk dat je dat op zich wel weer aan moet kunnen met jouw kwaliteiten. Nou, dat weet ik niet. Als je hetzelfde niveau weer haalt, dan moet het geen probleem zijn natuurlijk. Ja, dat wordt volgend jaar wel lastig hoor, met al die nieuwe jongens, brede selectie. Ja, nou, dat hoop is aanvallers. Ja. Maar je dicht jezelf wel een goede kans toe? Ja, dat weet ik niet. Ik ken die jongens, die nieuwe jongens sowieso niet zo heel goed. Ik verbeter hun niveau ook niet, eigenlijk. Ja, wat schat je sowieso in met de groep die er nu voor staat, zeg maar, voor het nieuwe seizoen? Hoe zie je het seizoen voor je? Nou, ik denk dat we een leuk seizoen bovenin mee kunnen draaien. Als het allemaal een beetje fit blijft. En... Ja, mogen we als vereniging gaan denken aan een kampioenschap? Of? Nou, kampioenschap is misschien nog iets te veel met groeien. Periode? Maar ik denk als we een periode, dat we op zich wel mee moeten kunnen doen voor een periode, ja. Ja. Hey, dan even iets heel anders. Oh. Jij bent er eens een keer tussenuit gestapt naar KZVO. Ja. En ik dacht dat jij zo'n echte ZVV'er was. Ja. Nou, leg het maar uit. Ja, wat toen de reden was, is eigenlijk dat we toen met ZVV gepromoveerd waren naar de vierde klas. En toen een jaar erop weer net zo hard weer naar beneden gingen. Ja. En ik vond eigenlijk het niveau tussen vijfde en vierde klas nog wel vrij groot. En ik heb altijd gezegd dat ik wel een stap hoger op wou. Dan was KZVO niet gelijk een enorme stap omhoog. Maar ik wou eigenlijk via KZVO nog een stap hoger maken. Maar daar sta ik nooit van gekomen, zeg maar. Daar had ik ook weer geen zin in. En toen had ik ook weer zoiets van, het gaat slecht met ZVV. Ik ga weer lekker terug en proberen weer naar de vijfde klas te komen. Ja. En vierde klas uiteindelijk nu. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Hey, dan ben ik even benieuwd. Hè. Wat vind je sowieso van het team zoals je het afgelopen jaar hebt meegemaakt? Begeleiding, spelers? Ja, kijk, ja. Op zich, alles is goed geregeld, behalve onze leider. Ja, ja, dan hoor ik er wel eens meer Jeroen over. Kok, is dat? Ja. Ja, ja, die jongen die doet helemaal niks en die komt altijd te laat. En trainingspakken die hangen er nooit. En... Ja, het dus is gewoon iets, dat is iets waaraan gewerkt moet worden. Ja, ik bedoel, trainer is top, verzorger is top, we hebben goede grensrechten. Ja. Nou, Jeroen Zonneberg heeft het dan eventjes goed overgenomen van Jeroen Kok, maar ja, die voetbalt nou weer, dus ja. Ja. Ik weet niet of dat nou goed gaat aankomen seizoen met alleen Jeroen Kok. Nou. Hey, even verder. Ik mag nu toch aannemen dat je wel weer teruggekomen van het overstappen naar een andere vereniging. Ja, wat moet bij een andere club? Ja, nou, dat bedoel ik. Dat is eigenlijk ook het enige wat ik wil horen. Dus een overstap gaan we van jou niet meer meemaken, hè? Nee, of PSV moet nog een keer bellen. Ja. Dat Fredje Rutte me even belt. Ik bedoel, dan wil ik nog wel een keer in Eindhoven voetballen, maar... Een andere club... Klein trouwens, nee. Ja, de kans is misschien klein, maar nou. Ze zochten nog een spits volgens mij bij PSV, dus... Ja. Wie weet. Nou, laten we wachten het maar rustig aan. Ja. Hey, ik wou je bedanken voor je tekst en uitleg. Ja, jij ook bedankt. En ik hoop dat we een mooi seizoen tegemoet gaan. En ik hoop een seizoen waarin we jou vaak in actie zien en veel doelpunten nog maken. Ja, dat hoop ik ook. Is goed. Hey, bedankt, joh. Ja, bedankt.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, and it's one.